Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 79 hier in Italië. Heb je de vorige aflevering in België gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht onder het i'tje, klik daarop natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal, abonneer je dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Italië. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Ik verwacht hier gewoon door te kunnen komen naar Q2. Want de afgelopen 5 seizoenen wonnen we hier telkens de grote prijs van Italië. Een record voor ons. Vorig seizoen nog met een Ferrari motor, dit keer met een Honda motor. Dan gaan we kijken wat deze run ons gaat opbrengen. We hebben wel wat last van Nyck de Vries en Callum Ilott. Ilott zit in een inlap. De Vries laat hier ons niet zoveel ruimte toe, maar wij komen er toch mooi voorbij. En gaan nu richting start-finish komen. En dat wordt een mooie 1.16.8 P1 op dit moment. Dat is goed om te zien. En ik geef Callum Ilott even een slipstream. We zijn aanbeland bij Q2. We gaan dit keer misschien kijken of we op de softbanden kunnen starten. Want een safety car, je weet maar nooit wat er kan gebeuren. De eerste twee bochten nemen wij goed. Lando Norris rijdt volgens mij op de medium compound. Sainz naar 4. Deletras naar 5. Wij komen bij start-finish en het is een mooie P1 met een 1.16.2. Norris dus op de medium band. Is ook trouwens zijn run heeft hij niet afgemaakt. En start dus ook op die medium compound. Q3 is aanbeland, DRS geopend. En dan gaan we kijken of het pole position wordt. We kunnen trouwens vandaag constructeurskampioen worden. Dat is dan onze vierde achtereenvolgende titel bij de constructeurs. Als Lando Norris en mijzelf op 1 en 2 eindigen. Verstappen zet de snelste tijd neer. Wij komen nu bij start-finish en we pakken die tijd af met een 1.16.7. Norris komt tekort op een tiende. Wij starten dus vanaf pole position, Norris dus naar 2. Verstappen knap naar 3, Kvyat naar 4. Leclerc 5, Hamilton de Lucent naar P6. Nou, daar gaan we dan voor de grote prijs van Italië voor carrière aflevering 79. We're back in Italy once again for another round of the Formula One World Championship. And what a great race is in store for us today here at the oldest circuit on the calendar. Monza hosted its first race all the way back in 1922. With top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Kvyat, Charles Leclerc and Hamilton, Magnussen, Ocon, Stroll and Sebastian Vettel, Albon, Russell, Sergio Perez and Sainz, Gasly, Delatraz, Antonio Giovinazzi and Nyck de Vries, Latifi, Matsushita, Grosjean and Callum Ilott. It's almost time for those five red lights to go out.
Then let's see who can prevail today. We've got some points on the board. Let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. Geen regen verwacht. Soft medium is de strategie. Een eenstopper. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 79 hier in Italië. We starten vanaf pole position. Lando Norris naast ons. Verstappen op P3. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed van onze startplek. Norris komt ook goed weg. Verstappen komt ook goed weg. En Norris zit op die medium band. En we verdedigen hier al gelijk die eerste bocht. Maar daar zit Verstappen dan aan onze binnenkant. Het is hij gewoon 3 wijd in de eerste bocht. Maar dat werkt gewoon niet. En Norris heeft daar misschien dan ook al gelijk Charles Leclerc om zijn oren. Jazeker, want Norris verliest een plekje aan Max en Charles Leclerc. Maar Norris weet die positie weer terug te veroveren. Verstappen dus naar P2. Wij dus nog steeds aan de leiding in de grote prijs van Italië. Een mooie openingsronde tot nu toe. Ronde nummer 3 is het. En we zetten dat snelste raceronde neer met een 1.20.5. Gat naar Verstappen is 2 seconden. DRS is ook beschikbaar gesteld door race director Michael Masi. Ik dacht dat het Hamilton was. Ik maak 2 keer een fout. Verstappen heeft een achterstand van 1,5 seconden. Dat is al groot vergeleken met de rest. En zoals het zo staat, leiden we het klassement. Weer een momentje op het grind bij de exit. Maar dat is geen probleem. Dat is ook niet erg. Moeten we gewoon niet te vaak doen. We pushen gewoon lekker door en we zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Gat naar Verstappen is 11,9 seconden. Gat naar Danik Fiat is 15 seconden, want Norris heeft een plekje verloren. Het is daar geel op het rechte stuk. Daar rijdt een Red Bull langzaam en het is volgens mij Alexander Albon die is uitgevallen in de wedstrijd. Levert dat iets op? Nee, dat levert niks op. Eerste uitvaller van de dag. Zijn naam is Alexander Albon. Het is niet anders. Het is gewoon een mechanische pech. Wat gewoon een rol speelt. We zitten in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Gat naar Verstappen is 14,4 seconden. En daar hebben we Louis de Letras. Die daar niet handig aan de kant gaat, die gewoon die apex volledig blokkeert. En wij verliezen daar kostbare tijd. Verstappen duikt ook naar binnen, zie ik. Het is Lando Norris die naar P2 rijdt. En P2 is Magnussen en Charles Leclerc duiken ook allemaal naar binnen. Voor de medium compound volgens mij. Dat is een laatste pitstop van de dag. Momentje op die curbstone. Maar dat is geen probleem. Ronde nummer 14 is het. Als we naar binnen duiken. Voor onze laatste pitstop van de dag. Op de helft van de grote prijs. En we gaan naar de medium compound. Hevig blokkeren. En ik denk dat wij gewoon weer aan de leiding terugkomen. Of dat Lando Norris dit keer aan de leiding gaat. Het is maar net de vraag hoe je het bekijkt. 1,9 snelle pitstop, een hele goede pitstop zelfs. En Norris komt gewoon voor ons de baan weer op met nog 12 rondes te gaan. Norris moet dus nog een keer naar binnen. Want die is gestart op de medium compound. En het gat voor ons is 5,6 seconden. Dat moeten we gewoon weer zien dicht te rijden. En ik denk ook dat het gewoon gaat gebeuren. Rood in sector 1, dat is logisch. Dat komt omdat we net de pitstop hebben gemaakt. Dus hebben we wat tijd verloren. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Norris is dus naar binnen gedoken voor de soft compound. En wij noteren dat snelste raceronde naar een 1.19.1. Dat is de snelste tijd tot nu toe. Als het zo eindigt, dan zijn wij wereldkampioen bij de constructeurs. You're leading the pack.
En dat is al heel vroeg in het seizoen, vind ik. Tien rondes nog te gaan. Geen geplande pitstops. Weer blauwe vlaggen. Dit keer is het van een Haas. Dat is volgens mij Romain Grosjean of Callum Eilert. Ik ga vanuit Romain Grosjean. Het is daar geel op het rechte stuk. Magnussen is uitgevallen. De safety car is op de baan geroepen. En dit gaat in één keer een hele andere wending brengen. Omdat wij gewoon naar binnen duiken voor de soft compound. Maar we komen, denk ik, achter Lando Norris de baan op. Ik weet niet hoe lang de pitstop duurt. Normaal onder een safety car duurt de pitstop 13 seconden. Daar komen wij dus naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. In ronde nummer 23. Weer een snelle pitstop, 2 seconden. En we komen achter Lando Norris de baan op. Achterstand bedraagt 2 seconden ongeveer, maar dat maakt nu niet uit omdat de safety car op de baan is. En Norris dus als leider in ronde nummer 23. Er zijn nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd, dus dat belooft toch wat. En ook bij de herstart. Want dat kan misschien spannend worden. Norris doet het hier rustig aan. We zitten gewoon te kijken bij Lando. Om de druk erop te houden. Ronde nummer 24 is het een ronde later. En wanneer gaat die safety car naar binnen? Is dat nu? Dat is nu een hele late call van Bernd Mailander. Die daar op het allerlaatste moment gewoon besluit om naar de pits te duiken. Naar de pits op te zoeken. En we zitten gelijk te kijken bij Lando Norris. Raken hier iets in de war. En Norris profiteert gelijk van mijn blunder. En rijdt ook gewoon van ons weg. Fiat kan ons niet bijhouden op die versleten medium banden. We kunnen hier niet aanvallen, zitten net te ver weg. We hebben hier dan een goede exit. Het is daar weer geel in sector 1. Iemand langzaam gereden. En dit keer zitten we er lekker dicht op bij Lando Norris. Kunnen wij hier dan een aanval wagen aan die binnenkant? We komen van heel ver. Maar het is gelukt. We houden alles mooi clean. En P1 is dus weer van ons. Met nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Zo doen we dat. Zo herover je weer die leiding terug. Norris weer druk verwezen naar P2. We zitten in ronde nummer 26. Als Norris een aanval terug doet. Lukt dat? Hij zit aan mijn binnenkant. Remt wat later dan onszelf. Maar wij hebben deze binnenkant en duwen Lando daar mooi wijd. Fiat kan misschien profiteren. Maar hij heeft de tractie niet, omdat hij op die versleten medium compound rijdt. En omdat zijn auto langzamer is dan Lando zijn auto. We gaan gewoon lekker stampen. Want dat gat naar Lando Norris is 1,1 seconde. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. In het laatste deel van de wedstrijd. We verbeteren dat snelste race van de punt. Norris naar P2, wij dus naar de overwinning. Dat betekent dat wij constructeurskampioen zijn in seizoen 6. Pakken onze 4e achtereenvolgende titel met het team. Goed gedaan, weer een 1-2 te pakken. Dan gaan ze opmaken voor de volgende aflevering in Rusland. That's a spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So Anthony, what made the difference out there today? Without a doubt, the safety car changed everything today.
the key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Take a look at the driver standings. The professor increases their championship lead. Let's focus on the driver of the day, Anthony Davidson. Who do you pick? Carlos Sainz certainly wasn't someone to scoff about. His ability to follow race strategies throughout with pinpoint precision has to be commended. Nothing can challenge the leaders of the Constructors' Championship at this point, but there was also a strong showing from the McLaren team today as they make their way up the standings. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time? Be sure to join us again as we continue to bring you the latest excitement in Formula 1. Hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen deze wedstrijd. Pakken ook nog snel het racerondepunt. Norris naar P2. Kvyat knap naar P3. Leclerc naar P4. Hamilton 5. Sainz 6. Verstappen 7. Vettel 8. Gasly 9. En Russell naar P10. Twee uitvallers. Magnussen en Alexander Albon. 119 punten verschil naar Lando Norris. En 293 punten verschil naar Mercedes. Dat betekent dat wij officieel constructeurskampioen zijn in seizoen 6. Knap gedaan. Heel knap gedaan. Hamilton pakt nog even Kevin Magnussen voor P4. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career met content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden? Graag achterlaten in de comments wat er dan verbeterd kan worden. Volg me op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Rusland.